Jan Uitslag is wethouder van de gemeente Dalfsen. En Jan is vroeger ook jong geweest en nog steeds jong van geest. Ja, heel goed. En Jan, zo'n avond als deze, in hoeverre is dat herkenbaar voor jou als deze? Misschien zou je daar iets willen vertellen over hoe dat voor jou vroeger was. En misschien ook nu. Nou, ik vind het wel grappig wat je zegt. Dat je bent jong en je wilt wat en daar haal je zo'n oude wethouder erbij. Hè? Dat voelt aan hetzelfde een beetje. Denk, oh shit, misschien kun jij beter gaan vertellen. Nee, maar allereerst, ik vind het wel gaaf dat jullie er zijn. Maar ik zat zelf net even af te vragen, toen ik zelf 18 was, rond 20, of ik naar zo'n avond gekomen zou zijn als vanavond. En heel eerlijk gezegd was het antwoord nee. Ik denk dat ik wel fijn had gevonden om op de bank te blijven zitten. En het komt nog wel een keertje. Dus wat ik wil zeggen, toen ik zelf rond die leeftijd was, ging ik studeren, ging op kamers. En toen ben ik best wel geschrokken wat er op me afkwam. Ja, zit je op kamers, komt een keer iemand vragen, god, ben je wel verzekerd? Nee, helemaal niet. Shit. Verzekering, dat is wel belangrijk. Ja, maar je moet ook voor als je onderburen... oh fuck, dus je moet nog een keer nog verzekering hebben, nog verzekering. Dus die kosten die kwamen in één keer op me af. Ik schrok er wel een beetje van toen. Op het krappe budget waar ik per maand besteed had als student. En dat was toen al veel ruimer dan wat het nu is. Dus ik ben blij dat jullie hier zijn. Wat voor reden ook. Waarvoor dan ook. Zelfs het Hengelo. Joyce Akkerman en Marloes Siebelt, medewerkers klantencontact bij de coöperatie Vechthorst. Woning verhuren, dat is jullie core business. Jullie stonden hier ook op deze avond, een aantal workshops gegeven. Ik begin even bij jou. Wat was je ervaring? Welke vragen kreeg je op je afgevuurd? Waar ik wel merkte waar er voornamelijk interesse bij jongeren lag, was toch wel ook het stukje hoe zit het met huurtoeslag. Dat is iets natuurlijk dat ligt bij de Belastingdienst, maar is wel ook iets belangrijks waar wij natuurlijk ook wel veel mee te maken hebben. Wij moeten de woningen passend toewijzen, dat het inkomen aansluit bij de huurprijs. En ik merkte wel dat de jongeren daar wel interesse in hadden. Ook hoe zit het dan met huurtoeslag, wanneer heb je daar wel recht op, wanneer heb je daar niet recht op. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk was, of in ieder geval wat de jongeren heel erg belangrijk vonden. Hey Marloes, dan zit je natuurlijk ook met de inkomensgrens, hè? Want je sociale huur, hè, om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, ja, mag je maar zoveel verdienen om daarvoor in aanmerking te komen. Is dat bij iedereen duidelijk geworden? Want ik hoorde bijvoorbeeld ook een vraag voorbij komen van een jongere. Ja, wat bedoelen jullie dan? Bedoelen jullie dan een netto bedrag of een bruto bedrag? Ja we zien toch wel, natuurlijk bij ons op kantoor, dat het best wel onduidelijk is. Wij vragen ook gegevens op. En we zien ook wel in de praktijk dat er best wel veel mensen zijn die dan de gegevens toch niet op orde hebben. Of dat ze ook niet de juiste gegevens bij ons bekend zijn. Dus het is wel aan ons ook om dat duidelijk kenbaar te maken. En daar doen we ons uitstekende best voor. Maar het blijft toch altijd toch wel mensen houden die niet ervan op de hoogte zijn. Ja. En ik heb daar nog wel een aanvulling op, want wat je bij deze doelgroep natuurlijk ook wel ziet, het zijn jongeren die gaan misschien nu nog naar school, maar over een jaar gaan ze werken en dat daar nog veel verschuivingen in gaan plaatsvinden. En ik denk dat het ook aan ons wel de taak was vanavond om ze duidelijk te maken dat dat dus ook wel iets is wat ze zelf goed op orde moeten houden. Want anders kan het maar zo zijn dat ze misschien een woning voorbij, aan hun voorbij gaat omdat het inkomen wel of juist niet passend is. Dus dat hebben we vanavond volgens mij de jongeren wel goed duidelijk gemaakt. Ook dat inkomen heel belangrijk is en dat ze dat dus ook goed op orde houden in hun inschrijving. Want inschrijven is ook zo'n dingetje. Wanneer moet je je nou eigenlijk inschrijven als jongere? Nou, als ik iedereen een tip mag geven, dan zou ik je inschrijven vanaf je 18e. Want dat is het moment dat het kan. En ook in Dalfsen en Nieuw-Leusen hebben we gewoon te maken met wachtlijsten. Dus eigenlijk het enige tip die ik kan geven, doe het zo snel mogelijk. Hey, en zo'n wachtlijst, Marloes, hoe lang duurt dat voordat je in aanmerking komt voor een woning? Dat verschilt per gemeente, want wij verhuren nu natuurlijk woningen aan de gemeente Dalfsen en de gemeente Staphorst. Verschilt ook per plaats. Ik denk dat je voor Dalfsen aan zich een wachttijd hebt gemiddeld van zo'n 3 jaar. En de overige plaatsen toch ook wel zeker wel 2 jaar. Ja. Ja. Dat klinkt mij als heel lang in de oren, maar in de grote stad is het nog langer, hè, geloof ik. Ja, dan duurt het nog wel langer. Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja. Hey Lopke, ben jij een beetje geldwijs geworden vanavond? Zeker. Ik ben naar een workshop geweest van Nibud. En daar ben ik eigenlijk wel heel veel wijzer geworden over het sparen eigenlijk. Bewust worden van het geld wat binnenkomt en wat eruit gaat. Maar ook wat je opzij kan zetten, tips, tricks. Dat was zeker wel heel interessant. Studeer jij nog of heb je gestudeerd? Heb je een studieschuld bijvoorbeeld?
Ik heb gestudeerd en ik had een studieschuld, maar dat was zo'n kleine studieschuld dat ik die al heb kunnen aflossen. En ik werk nu gewoon lekker fulltime. En wat voor werk doe je? Ik ben marketeer bij een reclamebureau in Nieuw-Leusen. En woon je al op jezelf? Huur je? Koop je? Ik woon nog bij mijn ouders, maar vanaf juni heb ik een huisje in Nieuw-Leusen samen met mijn vriend. En ja. En nu weet je dus ook dankzij deze avond hoe je het beste kunt gaan sparen. Ja, eigenlijk wel. Hoe ik bewust met mijn geld om kan gaan. Maar ook met verzekeringen. Gjaltema was aanwezig. Die heeft ons wat meer uitgelegd over nou ja, hoe kan je goed omgaan met je inboedelverzekering. Over andere verzekeringen. Maar ook gewoon het bewust worden van hoeveel geld heb ik nou te besteden eigenlijk. En dat vond ik wel heel erg interessant. En nou ja, zoals de themaavond al zegt, je bent jong en je wil wat. Je wil ook echt wat, dus dan kom je hier ook met een doel eigenlijk. En mijn doel was gewoon echt het bewust worden van mijn geld. En dat is zeker geslaagd, ja. Nou, Daphne en Jeffrey, zijn jullie een beetje geldwijs geworden vanavond? Ja, eigenlijk wel. Veel tips gekregen. Veel nieuwe dingen geleerd. Dingen waar je de volgende keer op kan letten. Dus ja, dat wel. Ja. Kan je een voorbeeld noemen van nieuwe dingen die je hebt geleerd? Ja, bijvoorbeeld dat je een contant bedrag per week gaat pinnen. Wat je dan die week uit mag geven. Zodat je ook niet over je budget heen gaat. En dat je gewoon je uitgaven op een rijtje zet. Bijvoorbeeld ook met een speciale app hadden we van gehoord. Zodat je erachter komt hoeveel je eigenlijk kan uitgeven per maand. Jeffrey, jij dezelfde dingen waar je wijzer bent van geworden? Of heb je ook nog iets anders ontdekt? Nee, wij hebben gewisseld. Zij is naar een gegaan, ik ben naar een ander, zeg maar. Ik heb weer wat geleerd over wanneer je wel en niet een toeslag kan krijgen. En wat het minimale is, minimale bedrag is waarvoor je dat eventueel kan krijgen. Of het maximale bedrag waarvoor je... En een huis, hè? Gaan jullie huren, kopen? Of huren jullie al? Of kopen? Hebben jullie al gekocht? Nee, we willen vanzelf wel een keer gaan kopen. Maar we willen eigenlijk eerst nog samen een keer gaan huren. Ik huur nu zelf al. En ja, over een paar jaar willen we ook een keer samen iets gaan huren. En dat betekent dat je je nu al vast moet gaan inschrijven natuurlijk. Ja, klopt. Te wel gehoord ja, dat het voordeel heeft. Ja. Maar waar ga je inschrijven? Want jullie wonen niet in Dalfsen. Nou, jij woont wel in Dalfsen, officieel. Jij woont in Zwolle. Ja, waar ga je je dan inschrijven? Ja, wij hebben gehoord van Woonstichting Vechthorst. En dat lijkt me wel interessant. Dat is een beetje omgeving Zwolle en Dalfsen. Dus dat lijkt me wel gaaf. Ja. Ja. Dus met een goed gevoel hier weg strakjes. Ja, zeker. Veel geleerd. Ja, ja zeker. Jolande Brummelhuis, je bent consulent schuldhulpverlening. Dat is nou niet direct de ingang waarop veel jongeren zitten te wachten, denk ik. Nee, en dat willen we ook eigenlijk voorkomen, dat de jongeren in de schulden komen. En vandaar ook deze bijeenkomst eigenlijk. Om vooraf preventief mensen al informatie te geven op het moment dat ze eigenlijk een start maken in hun leven om te voorkomen dat ze ooit schuldhulpverlening nodig hebben. Naast jou staat Hendrik Jan van den Berg, jongerenwerker. Wat was jouw rol in het geheel? Wij zien ook jongeren. Hè? En jongeren zien wij vastlopen in het beeld van nou, hè, ook in de schuldhulpverlening soms. Hè? Maar dat begint ergens. Dat begint soms met studieschuld. Dat begint soms met nou ja, bol.com achteraf betalen, heel klein. En wij willen jongeren ook bewust maken van hey, hoe ga je nou met geld om? En daar hebben we vanavond Nibud over gehad. Hè? Hoe spaar je nou beter? Maar ook om jongeren bewust te maken van hey, als je bijleent tijdens je studie, dan heeft dat invloed op je hypotheek later. En welzijn doen wij breed van 0 tot 100. Maar welzijn is ook dat je een thuis hebt en dat je ergens thuis kunt komen waar je je prettig voelt. En daar hopen we in deze manier ook aan bij te dragen. Ja. Ben jij zelf bijvoorbeeld in je privéleven ook wel eens tegen problemen aangelopen? Je bent jong, je hebt een hypotheek. Ja, nou ja, kijk, er komt heel veel op je af als je jong bent en je begint met een huis en je wil heel veel. En de woningmarkt in de gemeente Dalfsen stijgt gewoon en wordt steeds wordt duurder. Het segment wordt duurder. En dan loop je tegen bepaalde dingen aan. En dan hebben we bijvoorbeeld, ik heb ook een studie gehad en ik had ook een studieschuld. Maar dan is het belangrijker dat je eerst inzet op dat je dat aflost voordat je de hypotheek afneemt bij een geldverstrekker. Ja. Zijn er voldoende betaalbare woningen voor jongeren in de gemeente Dalfsen? Daar zijn de meningen over verdeeld. Voor de een is betaalbaar een huis boven de 2 ton zijn. En voor de ander is dat veel te duur. Dus daar zijn de meningen over verdeeld. En ik denk dat de gemeente Dalfsen daar echt mee bezig is om daarop te investeren. En ik denk dat daar wij
als jongerenwerk ook en als ze aan welzijn en als de welzijnsorganisatie ook input in moeten geven van hé, let op. Hè, er zijn ook jongeren die dit segment niet kunnen, of hè, die woning niet kunnen betalen. En ik denk dat de gemeente ook die tiny houses hè, waar ze mee bezig zijn, of in ieder geval onderzoek naar doen, dat het een goede stap, of de stap is in de goede richting. Ja, absoluut. Ja. Jolanda, even terug naar jou. Schuldhulpverlening, dat is best een beladen onderwerp. Heb jij het druk met jongeren of valt dat mee? Ik merk heel vaak dat jongeren ons eigenlijk niet weten te vinden. Dat ik wel merk dat er achterstanden zijn, dat jongeren toch wel lastig vinden ook om te budgetteren. Maar de stap naar de gemeente wordt nog lastig gemaakt. En dat is ook eigenlijk wat we vanavond hebben geprobeerd uit te dragen. Kom vooral als je vragen hebt. Dus je hoeft nog niet eens schulden te hebben. Hè, ook als je alleen informatie en advies wil hebben of dat je denkt, nou, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik terecht kan. Kom vooral naar de gemeente toe. Dan gaan we gesprekken aan en dan gaan we kijken van wat past in jouw situatie. Met andere woorden zeg je, kom gewoon binnenstappen bij het gemeentehuis of bel of mail of ja? Ja, we hebben een samen doen loket in Dalfsen. Dus dat betekent ook dat we samen kunnen doen. Dat we samen oplossingen kunnen vinden. En jongeren kunnen zich dus ook aanmelden bij het samen doen loket voor een gesprek over hun financiën. Je bent jong en je wilt wat. Mathilde Korterink, je bent communicatiemedewerker bij de gemeente Dalfsen. En je bent ook betrokken bij Jong Dalfsen. Dat laatste moet je even uitleggen. Wat is Jong Dalfsen? Ja, Jong Dalfsen is een jongerenplatform voor jongeren. En het is vooral om een brug te slaan tussen de jongeren en de gemeente. Dus vooral om te kijken, nou, wat leeft er nou onder die doelgroep. En dat ophalen en bij de gemeente neerleggen. En ook andersom zijn er onderwerpen die bij de gemeente spelen waar wij graag input van jongeren willen hebben. Dus eigenlijk is het elke keer de brug en de spil daartussen, dat is Jong Dalfsen. Jij bent dus eigenlijk het schakeltje. Nou heb je dit samen georganiseerd met een aantal collega's. Eentje hebben we al in beeld gehad, dat is Hendrik-Jan van der Velde. Maar is er nog een collega? Hè? Ja, ik doe het samen met Hendrik-Jan en met Willem-Jan. En dan van de gemeente en van samen. En samen met Jolanda, schuldhulpverlener van de gemeente. Dus we hebben het met elkaar het opgezet. Je bent jong en je wilt wat. Het ging vanavond over geldwijs. Verzekeringen, het kopen van een huis of het huren van een huis. Nou, er zijn aardig wat workshops geweest. Er was veel interesse voor. De animo was groot. Ongeveer 25 jongeren. Dat is best veel op een vrijdagavond. Zeker aan de vooravond van het carnavalsweekend. Hoe kijk jij terug op die avond? Ja, ik ben heel tevreden. Leuk dat er zoveel jongeren zijn gekomen. Natuurlijk altijd een ding om zoveel jongeren te trekken. En vinden ze het interessant of niet. We hebben veel promotie ervoor gedaan. En dan is het hartstikke mooi om te zien dat het zo aanslaat. Ook dat je ziet dat er zoveel mensen nog weer blijven hangen. En met de verschillende partners die hebben meegewerkt met elkaar praten. We zijn ook heel blij dat er zoveel mensen mee wilden werken. De Rabobank, Vechtdoors, noem maar op. Dus dat is hartstikke mooi. Super tevreden. Ja. Had jij, toen je nog jonger was dan nu, had jij behoefte gehad aan een avond zoals deze? Ja, denk het wel. Als ik nu naar mezelf kijk, in ieder geval had ik met de wijsheid van nu me bijvoorbeeld eerder ingeschreven voor sociale huurwoningen. Had ik eerder misschien geld opzij gelegd, toch voor met studeren. Dus ja, ik denk dat als ik zoiets had gehad, dat het in ieder geval heel interessant was en altijd nuttig. Ja. Met andere woorden, een bijeenkomst als deze is absoluut voor herhaling vatbaar. Zeker, wat mij betreft wel. Ja, zeker.